Welkom terugkijkers bij The Witness. Het gekke puzzelgamepie die super verslavend is. Je bent telkens benieuwd en je raakt telkens meer en meer nieuwsgierig naar wat er nog komen gaat en wat die domme fucking lasers gaan vrijspelen. En wat je volgende challenge gaat worden. Wat je volgende puzzel gaat worden die je moet trotseren. Nou, die klote vogels zitten nog steeds in mijn hoofd. Die... En nou zijn we dus in het doolhof, zoals je ziet. En ik zie kabels en ik zie alles. En ja, het begint er steeds epischer uit te zien, al die lasers. En ik zei net al tegen Julia, mijn vriendin, van... Ik snap niet waarom ik steeds dacht dat er maar 6 of 7 lasers waren. Want er zijn er gewoon 13 in totaal. Zoveel trofee als de game heeft. Er zijn 13 lasers. Dus ik snap helemaal niet waarom ik steeds dacht... Oh ja, 7 lasers. Ja, yeah, nice. Ik weet het echt niet. Goed, laten we maar aan de eerste gaan beginnen dan. Ik zie namelijk nu nog helemaal geen... Wow, mannen. Gekke mannen. Ik zie nu nog helemaal geen logic. Hey, ik heb eindelijk weer een audionoot. I boasted among men that I had known you. They see your pictures in nice all works girls. Of mine. They come and ask me, who is he? I know not how to answer them. I say, indeed, I cannot tell. They blame me, and they go away in scorn. And you sit there, smiling. I put my tales of you into lasting songs. The secret gushes out from my heart. They come and ask me, tell me all your meanings. I know not how to answer them. I say, ah, who knows what they mean? They smile and go away in utter scorn. And you sit there smiling. Rabindranath Tagore, 1910. Wow. Is dat nog eens een rare... uitspraak, raar stukje tekst. Lekker mal. Hey, ik zie hier wel de ingang. De ingang laten we ermee knallen. In een malle puzzeltje. Dit zit dicht. Dit zit dicht. Dit zit dicht. Wow, dat is fout. Oh, oeps. Gebeurt best vaak. Ik moet te vroeg loslaten. Yeah, baby. Oh, deze is aan. Oh, is het... De solution is mijn pad die je daarheen moet lopen. Of niet? Nee, want je kan hier gewoon... via elke manier heen. Huh? Ook fout. Hé, what the hell, mate? Die mee, die mee. Ja. Nice. Cool environment. Dit is natuurlijk precies wat ik hier had verwacht. Een zak. Of een badkuip met roet. Ja, what the fuck? Allemaal... Wow, dit is een... mensenvorm. What the fuck? How creepy is this, man? Nee, ik vind het wel vaag dat het mensenvormen zijn, hoor. Ik bedoel, what the fuck? Weet je wat pas creepy zou zijn? Als je op afstand nu daar bijvoorbeeld iemand ziet wegrennen nu. Dat je dus opeens weet dat er iemand op dat eiland is. Dat je dus opeens niet alleen bent en dat je die elk moment op elke plek van het eiland zou kunnen gaan tegenkomen. Dat zou pas naar zijn. Dat je hem dus ergens in de verte ziet wegrennen, die knul. Dat zou echt fucking kut zijn. Oh, daar is er ook nog één. Ik snap ook niet waarom dit überhaupt een doolhof is. That is not the good. En dit is the good. Ik snap de logica niet, maar ik los ze op. Nee. Nee.
ook niet. Dan zo. Ja, lekker hoor. Audiologs zijn welkom aan het begin van dit videootje, maar nee. Het ziet er niet zo uit. Oh, nou open ik deze puzzelsectie. Wat lekker. Dit is echt, het is gewoon een random map opvulling of zo. Of een extra mysterieus sfeertje te geven aan die game. Dat als je zo kijkt, zo ertussendoor, dat je dan opeens zo BAM! Zo fucking eng gezicht in beeld ziet. Waarom maak ik toch een horror game van? Ik weet het niet. Mijn brein. Why you do this, brein? Waarom maakt mijn brein dit eng? Oh, dit paneltje doet... Wow, dit is een hoog ding. Ik weet niet waarom ik dit heb gedaan, trouwens. Ik heb het daar geel gemaakt. Zelfs heb ik die hele fucking puzzel verneukt. Oh, wow. Huh? Oké, nou, ik ga hier nog niks mee doen. Ik snap er helemaal geen fuck van. We gaan gewoon even lekker weg. Even lekker terugrennen. Volle snelheid. We gaan veel sneller dan de camera het aan kan. Wow, dit zijn ook gewoon allemaal kabels. Dit is crazy. Laten we kijken of we het kunnen oplossen. Oh, wacht. Wacht, hoor dat nou. Wacht. Halt. Ik ben een coole man met een bril en een zwaard? Wat? Deze game, man. Kijk nou, dit is eigenlijk een nieuwerwetse guy. Het is gewoon een security guy. Zonnebrilletje op. Hij heeft een oortje in en een zwaard. Hier, deze gekke man is bijna aan het killen. Oh. Wacht. Oh, je moet er... Oh, je mag hier starten? Wat is gebeurd? Oh, je moet waarschijnlijk de puzzel oplossen? Lopend, dus je moet lopend de puzzel oplossen. Hier start je. Gewoon kijken wat mogelijk is. Oh nee, je moet... Hoor mij nou verstotteren. Het is natuurlijk wel gewoon logisch. Het is gewoon logisch. We moeten... Je moet eigenlijk gewoon met pen en papier het pad uittrekken. Dat je de puntjes pakt met je voeten. Waarschijnlijk knip- en plakwerk in deze video, maar let's go. Best wel vet systeempje dit. Geinig. Oké, dan moet je gewoon... Je moet gewoon het pad volgen. Wat ik al zei, doe het met pen en papier of maak een screen cap ervan ofzo. Dat je de balletjes pakt. En dan. Ik weet nog niet of een klik juist is of onjuist of zo, maar oké. Doe ik het goed nog? I think yes. I think it's nice. Yeah! Oh!
Oh, fucking dom wat ik zojuist heb gedaan. Ik doe het wel even opnieuw. Waarschijnlijk, er stond daarboven ook zo'n oranje puzzel. Kijk, als je dit nou straks daarboven nadoet, dan heb je misschien kans van dat oranje puzzeltje ook wordt opgelost. Hallo mensen, parapluutje. Hey, hoe is het ermee? En hij staat aan mijn... Wacht eens even, ik heb een zonnebril en een zwaard. Oh, fuck. Tetris. Nee, je moet je... Oh, fuck. In eerste instantie deze oplossen en hem daarna narennen. En we weten dus nu ook waar dit voor dient. Dan komt het, zeg maar, de platformen komen dan weer omhoog. Oh, man. Zo, nu dan mis je echt zo'n springknop. Dan zit ik echt op driehoekje of op kruisje te klikken. Van, ah, spring nou. Dan doet hij het niet. Ah, ja, je kan niet springen. Nou, hetzelfde principe als net. Los eerst de puzzel op, loop hem daarna in een bepaald patroon. Oh, dit kan je sowieso niet nemen, dat pad. Is een beetje kapot, dit pad. Redelijk veel is kapot, valt me op. It is nicely broke. Rennen. Ik ben benieuwd wat dit voor jizz is de hele tijd. Het zit echt over dit hele, moet je dat zeggen, soort doolhof verspreid. Ik vind het best wel vaag. Ik kan niet thuisbrengen wat het is. Net lag het zelfs in een mensenvorm. Vanuit die emmer leek het gewoon op een mensenvorm. Volgens mij is dat in de vorige part geweest, jongens. Of het is nog deze part, dat ik zo vergeetachtig ben. Dat kan ook. Eén blokje. Yeah! Is hier niet ook wat? Laten we dat gewoon even checken. Oh, je kan hier boven rennen. Hey, een audiolog. If a man holding a belief which he was taught in childhood or persuaded of afterwards, oh, hier heb ik een keer voorbij keeps down and pushes away any doubts which arise about it in his mind, purposely avoids the reading of books and the company of men that call into question or discuss it, and regards as impious those questions which cannot easily be asked without disturbing it, the life of that man is one long sin against mankind. But, says one, I am a busy man. I have no time for the long course of study which would be necessary to make me in any degree a competent judge of certain questions, or even able to understand the nature of the arguments. Then he should have no time to believe. William K. Clifford, 1874. Gruwelijk, vet, gekke game. Maar dit is wel de manier om hier op te komen, valt me nu op. En waarschijnlijk ligt hier nog een audiolog. Ik bedoel, je kan hier niet voor niets op, toch? Of zou deze, zeg maar deze lijn, zo, waar ik nu op richt, zou dit een oplossing zijn voor een puzzel binnenkort? Ja, ja. Kijk maar, daar begint hij. Dat is het gat. Zie je? Dit is het gat. Hier begint hij. Wat raar. Wow.
Dat soort rare panels liggen blijkbaar dus toch door de map verspreid. Maar voegen eigenlijk tot nu toe misschien onzichtbaar, maar nog niks toe. Dat is het gekke. En misschien, schiet mij nu te binnen, heeft dat wel indirect betrekking op die rare zwarte palen die overal in de map staan verspreid. Maar dit is allemaal pure gok. Puur wat ik me in mijn gedachten haal. Hier zouden ook audiologs kunnen liggen, hè? Hoe sneaky is dat? We zijn gewoon de map aan het verkennen eigenlijk. Je hoort volgens mij niet eens op dit... Ja, tuurlijk hoor je er wel op te kunnen. Het is gemaakt in de game. Maar ik bedoel, in eerste instantie als je op de begaande grond loopt, dan denk je, nee, daar kan ik nooit komen. Zo bedoel ik het. Wow, opeens is het creepy gewoon. And an audio log. A shipowner was about to send to sea an emigrant ship. He knew that she was old and not well built at the first, that she had seen many seas and climes and often had needed repairs. Doubts had been suggested to him that possibly she was not seaworthy. These doubts preyed upon his mind and made him unhappy. He thought that perhaps he ought to have her thoroughly overhauled and refitted, even though this should put him at great expense. Before the ship sailed, however, he succeeded in overcoming these melancholy reflections. He said to himself that she had gone safely through so many voyages and weathered so many storms that it was idle to suppose she would not come safely home from this trip also. He would put his trust in Providence, which could hardly fail to protect all these unhappy families that were leaving their fatherland to seek for better times elsewhere. He would dismiss from his mind all ungenerous suspicions about the honesty of builders and contractors. In such ways, he acquired a sincere and comfortable conviction that his vessel was thoroughly safe and seaworthy. He watched her departure with a light heart and benevolent wishes for the success of the exiles in their strange new home that was to be. And he got his insurance money when she went down in mid-ocean and told no tales. What shall we say of him? Surely this, that he was verily guilty of the death of those families. It is admitted that he did sincerely believe in the soundness of his ship, but the sincerity of his conviction can in no wise help him, because he had no right to believe on such evidence as was before him. He had acquired his belief not by honestly earning it in patient investigation, but by stifling his doubts. And although in the end he may have felt so sure about it that he could not think otherwise, yet inasmuch as he had knowingly and willingly worked himself into that frame of mind, he must be held responsible for it. William K. Clifford, 1874. Jeetje jongens, deze plek is ten eerste heel raar. Ten tweede denk ik, wow, hoe kom ik hier nou verder man? Volgens mij moet ik ook weer naar de geluiden luisteren. De lengte van de geluiden vertegenwoordigt volgens mij ook de lengte van dit. Dus de eerste is een groot geluid. Dat geluid bedoel ik. Dan moeten we hierheen. Die houdt niet zo lang aan. En dan, ja. What the fuck? We houden nu puntjes over. We houden drie oranje over. Maar volgens mij zijn er in zijn totaliteit ook helemaal niet zoveel geluiden. Schrok je? Julia schrok. Ik ook een beetje. What the fuck? Zie ik daarboven nou ook puzzels? Oh nee, dat is gewoon de buitenlucht. Ik dacht al, wat is dit nou weer? Er is zelfs water hier binnen, jongens. Wat is dit raar?
Dit lijkt een puzzel te gaan worden voor binnenkort. Of bij hetzelfde punt waar je moet terugkeren. Dus ik ga er een screenshot van maken. Ik heb er nu een screenshot van gemaakt. Die is in ieder geval in de pocket. En ja, gewoon simpelweg vaag dit. Waar ik nu benieuwd naar ben is of we verder kunnen op deze boot. En daarna moeten we natuurlijk nog diezelfde puzzel oplossen. Zie, ik kan hier ook weer op. Dat is ook raar. Maar wat raar, hè? Dat je gewoon naar de geluiden moet luisteren. En hoe lang het geluid duurt. En dan de hoeveelheid geluiden het waren. Nee, naar de overkant kan ik niet, jongens. Dit was hem. Dit was de boot. Vet, hoor. Vet gedaan. We gaan nu dus keihard terugrennen. Je komt hier ook alleen op deze manier. En wat mij sowieso opviel, weer een stoel met hetzelfde logootje. Er lag geen audiolog bij, maar gewoon, je kan hier alleen maar op één manier heen. Via dit plekje en dan krijg je een solution. Dus dat is echt heel vet gedaan. Oké, we gaan gewoon terug naar begaande grond. Daar kan ik niet heen, dat is blijkbaar gewoon voor de rotsen. Uh-oh. Oh, het gaat wel gewoon goed. Zie, ik loop wel het goede pad. Deze man, die tilt die vuilniszakjes. Oké, vet gedaan. Volgende puzzel. Die start hoe dan ook zo. Het kan niet anders. Zo start hij. Toch? Ja, ik kan toch niet op een andere manier starten? Nou, goed, laten we in ieder geval maar kijken. We moeten hem oplossen. Aha, kijk, je kan op het hout staan. Yes. Yes. Opgelost. Fucking nice. En nou de laatste als het goed is. Dit is de laatste. Wow, vet. Shortcut, ga je het bos hier in. Lekker nice. Dit was een coole puzzel. Grappig, creatief over nagedacht. We moeten weer 2 van die vormpjes maken. Kijken, doen we het goed? Wow, we zijn allebei gelijk de vorm aan het tekenen. Volgens mij doen we het wel goed. Deze ziet er niet heel moeilijk uit. Even kijken of we het goed doen. Welke kant moet ik nu op? Ja, we doen het goed. Oh, kut. Oepsie. Opnieuw. Volgens mij nog eentje. Ja. Wow, holy fuck. Is het nou gewoon gelukt? Zouden we nu de toren in moeten? Zou dat echt het nu al kunnen? Dat zou zo vet zijn. Let's go, jongens. We gaan het bekijken. Wow, ten eerste is deze geactiveerd. Dat is echt waarschijnlijk voor de laser. En hier snap ik nog steeds de ballen van, echt. Met dat papiertje waardoor je die puzzels het allereerst hebt opgelost. Die moet je nu op dit grote paneel zeg maar ook natekenen. Dus als je dat niet hebt bijgehouden, you're fucked.
Dit moet hem zijn. Met hulp van internet, want ik kwam er zelf niet meer uit. Linkerkant kan je wel zelf fixen, de rechterkant is op zijn kop. Dus ik was gewoon compleet dronken, lijkt wel, maar... Oh kijk, je kan ze gewoon op allebei de manieren fixen. Dat, je hebt gewoon een keuze welke puzzel je fixt. Wow, wat is dit voor vage dan? Dit is wel een malle hoor. Wow, hoe gaat die schijnen dan? Zeker net er tussendoor. Ja hoor. Kijk even net er tussendoor. Dit is wel een lekkere thumbnail. Ik vind hem geinig. De keep puzzel. Bedankt voor het kijken, het liken, de support. Wat een fucking vette game. Zo anders dan normaal. Zo nieuwsgierig naar wat al die lasers mij gaan opleveren op dat kernpuntje. Ik zie volgens mij ook gewoon een standbeeld staan daar. Ik weet niet wat de fuck dat is. Straks krijgen op een of andere miraculeuze wijze al die mensen hun levens terug. Want ze zijn nu versteend. Dat lijkt het meest logisch of zelfs. Of dat power uit die lasers gaat komen. Nou goed, zal wel. Tot de volgende aflevering. Later.